Hey, hallo! Leuk dat je kijkt. Daar zijn we weer met weer een nieuwe video acrylgieten. Vandaag in deze video ga ik je laten zien de bloem. En de bloem ben ik lekker aan het oefenen. Ik heb natuurlijk al heel veel ervaring met de swipe, hide and reveal, al dat soort technieken. Maar de bloem zelf heb ik nog maar weinig gedaan. Dus ik heb besloten, nu gaat hij eraan en we gaan hem masteren. Dus ik heb al in deze video laat ik je twee tegels zien die ik gedaan heb met de bloem. De eerste bloem is best goed. Zeg echt hier, dit is echt een heel mooi stuk hier met dat goud erin. Ik heb met witte celactivator gewerkt. Alleen is hij overwegend groen en de andere kleuren zijn wat minder omhoog gekomen. Maar ja, dat is nou ook niet helemaal te sturen natuurlijk. Dan heb ik nog een tweede gedaan. En dat is deze. Kijk. En die heeft een heel mooi midden. En zeker hier, dit is een heel mooi stuk. Maar helaas is hier de basis meegegaan. Dat is erg jammer. Ah, het is niet erg als je wat basis ziet, maar dit is wel veel. Dus dat is een beetje jammer. Maar alsnog, twee goede blooms. En, of redelijke, laat ik zeggen. Ik ben altijd heel kritisch op mezelf. Want ik vind altijd dat het nog beter kan. En dat is ook zo. Het kan ook altijd beter. Dus, komende weken gaan we eens even wat blooms doen. Ik zou zeggen, kijk de video en geniet van de bloem. Nou, daar gaan we dan met een bloem. Een bloem. Een beetje pees. En nu mijn kleuren. Dat is een turquoise. Een lichte blauw. Die voelt wat dikker, maar er zit ook meer in. Een mooie steenrood. En goud. Dat zijn mijn kleuren. Eigenlijk wil ik ze, want dit is daar wil ik goud op. Ja, doen we dat toch maar. Zo. Dan een beetje van het blauw. Van het rood. Zo. Een klein beetje celactivator.
Het is een begin, weet je. Het is een begin. Het is nog niet zoals ik het wil, maar het is een mooi begin. Vooral hier. En de cellen heel mooi. Daar trouwens ook wel. Ik heb misschien best veel verf. Weet ik niet. I don't know. Maar we gaan ervoor. Zo, op die kant op. Zo. Kijk. Die zijn mooi, hè? Die zijn wat minder. Maar daar zit het ook heel mooi. Snor. Daar is het mooi. There's some goodness in it. We gaan er zo nog één doen. Mijn basislaag is niet helemaal wit. Die doe ik mee. Dat is op zich niet erg, maar niet helemaal zoals het hoort. Maar het gaat goed. Veel turquoise te zien. Lichtblauw maar heel weinig. Terwijl, ja. Die wel boven. Hier zie ik wel lichtblauw. Dat is mooi. Goed. Ik ben al blij hiermee. Maar het is natuurlijk nog niet helemaal een goede bloem. Maar ik ben er zeker ook blij mee. We moeten nog een keer draaien. Dat is nou een plekje waar het er niet overheen is. Kijk aan. Ah, dat ziet er wel heel cool uit. Dit is heel cool. Met die grote föhn lukt het me dus niet zo. Maar met het kleine föhn gaat het prima. Prima, prima. Maar je ziet dus wel mijn base layer. Dus dat is de vraag of je dat wil. Nou, ik vind het niet zo erg trouwens hoor. We gaan gewoon nog een keertje oefenen. Nummer 2. We beginnen dit keer eens even met lichtblauw. En dan die groen, ja, die is wel de kleur die je. Misschien doe ik dat wel, ja. Die groen ernaast. Dus ik ga hem nu anders leggen. Rood. Goud. Ik heb wel mooie cellen, maar hier is ook weer mijn basis boven gekomen. Dat is jammer, dat is jammer. Maar goed, op zich ziet het er mooi uit. Ik vind het wel mooi. Ik kan wel mijn basis zien. Maar ik ben blij met hoe het eruit ziet. Mijn cellen zijn minder, hè? Minder groot. Zijn er wel, maar ze zijn minder groot. Hier zitten wel redelijke cellen, maar die zijn een beetje vervaagd. It's interesting. Door een andere manier van stapelen. Andere soort cellen. Kijken of we ze nog iets groter krijgen. Cool, en nou komen hier grote cellen. Dat is mooi. Dat is mooi. Hier is het ook. Maar dit zijn eigenlijk onderlaagcellen. Dus die wil je eigenlijk niet. Maar alsnog is het mooi. Het is wel jammer als het dan nog meer af zou gaan. Maar ik heb hier nog wat nodig. En daar.
Ik weet dat ik voldoende had. Hij is wel cool. Hij is wel cool. Ook al wordt hij nog niet helemaal zo. Hij is cool. Heel niet ontevreden hiermee. Dit is een mooi begin van de bloem. Dat waren mijn blooms oefeningetjes voor deze week. Volgende week gaan we weer verder. En ik zou zeggen, tot volgende week.